Hallo iedereen en welkom weer bij een nieuwe VTime video. In deze video ga ik een week lang alleen maar thrillers lezen. De afgelopen 2 jaren heb ik zo wat thriller auteurs gevonden, zoals Freida McFadden, die echt wel goede boeken schrijven. En dan ben ik ook wel meer in dat genre gekomen. In het begin las ik gewoon romance boeken en daar bleef het bij. Maar nu is dat ook wel een genre waar ik soms boeken in lees. En ik dacht, misschien is het wel leuk om eens een week lang alleen maar hetzelfde genre te lezen. En ik ga proberen om toch wel meerdere boeken deze week te lezen. Vandaag is de eerste dag dat we mee gaan beginnen. Het is ook een werkweek. Dus ik kan niet super veel kunnen lezen. Het is niet dat ik vakantie heb of zo. Dus het is ook een beetje een realistische leesweek. Hoeveel kan ik lezen naast het werken? Ik heb al mijn thrillers er al even bijgenomen. Dit zijn alle thrillers die ik momenteel op mijn TBR heb staan. En dan zijn er ook nog 2 onderweg die ik op Vinted had besteld. Ik hoop dat deze nog aankomen deze week, zodat ik die ook nog even aan jullie kan laten zien en eventueel al kan beginnen lezen. En anders komt dat sowieso wel nog in een andere video. Maar hier heb ik wel al een aantal opties. Dus ik zal even met jullie overlopen waar ik al tussen kan kiezen. Dus het eerste boek, die staat ook op mijn TBR van september. Die heb ik gekozen aan de hand van de prompts. Dus dit boek wil ik zeker ook wel gaan beginnen in deze video, zodat ik ook aan mijn TBR kan lezen. Dus het eerste boek is Perfectie van Laura Lippman. Het gaat over een detectieve Tess. Zij doet een beetje onderzoek in het archief en zo komt ze op allemaal onopgeloste moordzaken die verband hebben met elkaar. En ze wordt dan geholpen door een politieman. En die was destijds ook betrokken bij het onderzoek. En zo komt Tess steeds dichter bij de moordenaar. Of wie weet komt de moordenaar eigenlijk dichter bij haar. Dus dat is de eerste optie. Dan hebben we de tweede optie. Is natuurlijk een Freida McFadden boek. The Inmate zat ook al een tijdje in mijn boekenkarretje. Freida McFadden vind ik echt een supergoeie schrijfster. Ik heb haar vorig jaar denk ik ontdekt. Of was het nu begin dit jaar nog dat ik een eerste boek van haar heb gelezen. Dus dit boek is The Inmate. Dat gaat over verpleegkundigen en ze gaat werken in de gevangenis. Er is daar gezegd van, er zijn 3 belangrijke regels. Dus je moet de gevangenen met respect behandelen. Je moet nooit iets over je privéleven daartegen vertellen. En je mocht ook nooit te vriendelijk worden met de gevangenen. Maar er is een probleem, want haar high school boyfriend, die zit ook in de gevangenis, maar hij heeft natuurlijk aan niemand verteld, want niemand mag dat weten, omdat ze daar al een band mee heeft opgebouwd. Blijkbaar is ook zij de reden waarom dat hij in de gevangenis zit. Dus dat lijkt ook wel echt een heel goed boek. Ik ben misschien aan het denken om te beginnen met een Freida McFadden boek, omdat dat toch wel meestal redelijk snel leest en zo kom ik direct wat in de sfeer om deze week veel te gaan lezen. De derde optie heb ik ook al een tijdje, is The Perfect Wife van G.P. Delaney. Het gaat over Abby en zij wordt wakker in een ziekenhuisbed en haar geheugen is helemaal weg. Alleen ze weet niet hoe dat ze daar is terechtgekomen. En dan hebben we Tim, haar man. Hij is oprichter van een van de grootste technologische bedrijven van de hele wereld. En ze zijn getrouwd met elkaar. Wanneer dat Abby haar geheugen en haar herinneringen terugkomen, dan realiseert ze zich dat er eigenlijk iets mist van de verhalen die Tim vertelt over hoe dat ze elkaar hebben ontmoet en hoe dat ze zijn getrouwd met elkaar. Want 5 jaar geleden was Abby eigenlijk voor dood verklaard. Ik heb nog niet superveel gehoord van deze auteur. Dus ik ben benieuwd naar de schrijfstijl. Het is ook zeker een goede optie. De volgende optie is nog een van Freida McFadden. The Housemaid is Watching. Dus dat is eigenlijk het vervolg of het tweede deel van The Housemaid. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want ik weet nu niet, is dat echt een vervolg met dezelfde personen? Ik weet sowieso dat het weer een goed boek gaat zijn. Dus dit is ook een optie. En dan hebben we nog een boek van de Kringloopwinkel. Achter gesloten deuren van B.A. Paris. Het gaat over Jack en Grace. Hij is knap en rijk, zij is charmant en elegant. Mensen om jaloers op te zijn als je ze niet aardig zou vinden. Je zou Grace beter willen leren kennen, maar dat is moeilijk, want Grace en Jack zijn altijd samen. Sommigen zouden dit de ware liefde noemen. Anderen zouden zich afvragen waarom Grace nooit de telefoon opneemt en waarom ze nooit op visite komt, ook al werkt ze niet. En waarom er 1 slaapkamer van hun huis een tralies voor het raam heeft. Dus soms is het perfecte huwelijk de perfecte leugen. En dan de laatste optie momenteel, 1 voor 1 van Alice Feeney. Dat is een boek dat ik heb geleend van de Bib. Dus dat zou ik ook wel deze week willen lezen, want dan moet ik hem binnenkort ook terugbrengen. Dus het zou wel ideaal zijn als ik hier ook in zou kunnen beginnen of eventueel zou kunnen uitlezen. Dat gaat over een familie, de familie van Daisy Darker. En ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de oma komen ze allemaal tezamen op een eilandje in een spookachtig huis.
En als het vloed wordt, zullen ze 8 uur lang van de wereld worden afgesloten. De familie arriveert en dan klokslag middernacht, terwijl er een storm moet, wordt de oma opeens dood aangetroffen. En een uur later volgt het volgende slachtoffer. Gevangen op een eiland waar iemand de familie de één voor één dood, moeten de Dorkers zich buigen over de huidige dreiging en moeten ze allemaal hun geheimen uit het verleden onder ogen zien voordat het tij keert en alles wordt onthuld. Dus ook weer een thriller. Dus dat zijn de opties die ik momenteel heb. En als ik zo wat kijk voor met welk boek ik eventueel zou beginnen, denk ik dan misschien aan The Inmate van Freida McFadden. Omdat ik, zoals ik daarnet al zei, haar schrijfstijl leest snel, je zit direct in het boek en zo. En misschien is dat wel het ideaal boek om aan deze week dan te beginnen. Het is nu bijna 6 uur, dus ik denk dat ik er gewoon direct in ga beginnen. Maar ik geef jullie sowieso straks wel een update van wat ik tot nu toe van het boek vind. Ik ben er even met een update voor jullie. Ik zit momenteel op pagina 63. Ik kan net aan hoofdstuk 10 beginnen. Dus ik heb al eventjes gelezen, maar ik heb ook ondertussen gegeten. Ik heb mijn haar al gewassen. Wat huishoudelijke dingen gedaan, dus ik heb niet echt superveel al neergezeten en echt gelezen. Maar ik ben dus op pagina 62 in hoofdstuk 10. Ik zit al wel direct in het verhaal. Je leest zowel van in het heden, dus begint met de dag dat zij begint in de gevangenis te werken. En dan lees je ook in andere hoofdstukken van 11 jaar geleden. Dus kom je ja, meer te weten van wat er eigenlijk is gebeurd met die Shane. Dus haar ex-vriendje die dan nu in de gevangenis zit. Het leest weer supersnel, had ik wel verwacht van Freida McFadden. Want dat heb ik altijd bij haar. Ook in het Engels is het echt wel makkelijk te begrijpen, vind ik. Dus tot nu toe vind ik het al een leuk boek. Ik ben benieuwd hoe dat het verder gaat gaan. Ik ga sowieso subiet ook nog wel even lezen. En straks ook nog wel een beetje in bed, denk ik. Ik probeer ook gewoon deze week zoveel mogelijk mijn vrije tijd dan in het lezen te steken. En zo min mogelijk op de gsm, maar dat was even een korte update, dus ik ga nu nog een beetje verder lezen en dan zie ik jullie morgen weer met een nieuwe update. Ik ben er met een update voor jullie. Vandaag zijn we dinsdag en tussen is het al 8:30. Maar ik heb vandaag wel al een beetje gelezen. Dus ik ben gisteren nog geëindigd op, ik denk pagina 78 ongeveer. En momenteel zit ik op pagina 136 in hoofdstuk 23. Bijna in de helft van het boek. Tot nu toe vind ik het echt wel een leuk boek. Ja, ik ga niet te veel over de inhoud zelf vertellen, want anders ga ik misschien wel dingen spoilen. Maar je komt dus meer te weten over wat er dus 11 jaar geleden is gebeurd met Shane. Tot nu toe weet ik dus nog niet, alleen weten we dus nog niet in het boek van wat er uiteindelijk is gebeurd waardoor hij in de gevangenis is. Alleen er komen wel steeds elementen aan bod. Ik vind het alleszins al een heel leuk boek. Ik ga zo nog verder lezen, maar ik wil even een update geven. Ik ga nu even een theetje en zo maken, mijn chillkleren heb ik al aangedaan. Ik zit ook precies op dezelfde positie gewoon als gisteren. Met dezelfde trui, maar dat is zo mijn chill kleren.
ben ik weer met een update. Het is ondertussen al vrijdagavond. Ik denk dat ik niet meer echt gesproken heb van woensdag. Maar ik heb intussen dus het boek The Inmate uitgelezen. Ik heb er dus uiteindelijk 3 dagen over gedaan. In een werkweek. Ik heb dus eigenlijk vooral altijd 's avonds gelezen. Ik heb het boek uiteindelijk 4 sterren gegeven. Het is nog wel spannend geworden. Op een bepaald moment duurde het wel even. Alleen was het zo redelijk langdradig aan het worden. Maar dan gebeurden er opnieuw wel dingen waardoor je wel weer verder wou lezen. Het leest super gemakkelijk. Dat altijd wel bij haar boeken. En ja, het was dus uiteindelijk ook wel spannend. Het was een goed verhaal. Er zaten enkele plot twists in. Dus daarom heb ik het boek 4 sterren gegeven. En dan ben ik deze ochtend ook al in het volgende boek begonnen voor deze leesweek. En dan dacht ik, ik ga voor het boek dat op mijn TBR van september staat. Zodat ik toch ook al een boek van mijn TBR kan lezen. Dus dan ben ik voor Perfectie van Laura Lippman gegaan. Gewoon eigenlijk deze ochtend wat gelezen. En ik ga straks ook nog een beetje lezen. Ik zit nu op pagina 46 nog maar in hoofdstuk 4. Het is in totaal een 360-tal pagina's. Het is dus een Nederlandstalig boek en gaat dus over het test dat een detective is. Ze doet een beetje onderzoek in het archief en daardoor komt ze op een reeks onopgeloste moordzaken die verband hebben met elkaar. En dan wordt ze geholpen door een politieman, Karl. Die was destijds ook betrokken bij het onderzoek en Tess komt steeds dichterbij bij de moordenaar. Of is het de moordenaar die steeds dichter bij haar komt? Tot nu toe is er nog niet superveel gebeurd. Ik hoop dat ik hier sowieso nog dit weekend kan doorgeraken. En dat ik nog een ander boek kan beginnen. Maar wel te zien of ik morgen en zondag nog veel in de dag ga lezen. En of het ook een spannend boek gaat worden. Tot nu toe is het nog niet spannend of zo. Dat het zowel vraagt om verder te lezen. Dat weet ik dus nog niet goed. Maar daar ben ik nu in aan het lezen. En dan heb ik ook vandaag nog een pakje van Vinted gaan ophalen dat ik had besteld. Waar ik denk ik in een van deze video over had gesproken. Ik heb die unboxing gedaan in de video die voor deze video online staat. Dus het eerste boek is The Guest List van Lucy Folly. Of de gastenlijst. En dat gaat over een trouw op een eiland. En we hebben de bruid, de plus one, de getuige, de weddingplanner en het bruidsmeisje. En die hebben allemaal een geheim. Ze hebben allemaal een motief. Maar één van hun is de moordenaar. Dus ziet er ook ja, een spannend boek uit. Het is ook een thriller. Dus dat is het eerste boek. En het tweede boek dat ik dan ook heb gekocht is Het Appartement van Lucy Folly. Dan weer een veel dikker boek. Is ook nog in heel goede staat. Dus dat heb ik ook op Vinted gekocht. Allebei voor 4 euro. Dat was even een tussentijds update. Dus straks lees ik nog een beetje. En dan geef ik sowieso morgen of zondag wel nog eens een update. Thank you.
was zojuist de video aan het editen en dan zag ik dat ik eigenlijk gewoon geen update meer heb gegeven na vrijdagavond. Dus ik ga nog even een update geven voordat ik de video ga afsluiten. Ik heb dus het boek Perfectie van Laura Lippman uitgelezen. Ik heb het uiteindelijk 3 sterren gegeven. Ik vond het niet zo'n wauw boek. Het was niet super spannend. Het duurde ook redelijk vooral eer ik zo in het verhaal kwam. Er waren ook redelijk veel namen waardoor ik het zo'n beetje ingewikkeld vond. Het is nu niet mijn eerste aanrader in dit genre. Dus daarom heb ik het uiteindelijk maar 3 sterren gegeven. Ik heb dat dan uiteindelijk uitgelezen zondagavond ongeveer. En dan ben ik toch nog begonnen aan een volgende boek. Omdat ik toch wel 3 boeken wou lezen of beginnen lezen in deze video. En dan ben ik voor het boek gegaan 1 voor 1 van Alice Feeney. Omdat ik dat dus ook van de bib had geleend. Dat heb ik natuurlijk niet meer kunnen uitlezen in de week. Maar nu dat ik het aan het editen ben, heb ik het boek intussen ook uitgelezen. En die dag heb ik er ook nog even een korte review over. Ik vond het een heel goed boek. Het was het eerste boek dat ik heb gelezen van deze schrijfster. Ik ben benieuwd naar haar volgende boeken. Ik ga zeker eens kijken of ik ook nog andere boeken van haar zie in de bib. Of eventueel op Vinted of aan een laag prijsje online. Het ging dus over de familie Darker, want in het Engels is het boek Daisy Darker, dus de titel, dus het, de naam van het meisje, de hoofdpersonage eigenlijk. En het gaat over haar familie en ze komen bij elkaar in het huis van de oma voor de 80ste verjaardag van de oma, maar zij woont op zo'n eilandje, het is zo'n beetje een spookhuis. Op een moment dat ze toekomen is de vloed en kunnen ze dus 6 à 8 uur lang afgescheiden van de wereld, van de rest van de wereld. En hun familie komt sowieso al niet overeen. Dus eigenlijk is dat het ideale moment om elkaars geheimen en zo te weten te komen. En om klokslag middernacht wordt de oma dood teruggevonden. En zo wordt er elk uur eigenlijk iemand vermoord, maar ze weten niet wie is de moordenaar. En aan de hand van videotapes die ze dan moeten bekijken, komt je steeds meer te weten over wat er net in het verleden is gebeurd en waarom dat die Daisy, de hoofdpersonage, zo speciaal is. Dus zeker een aanrader dit boek. En daarmee is deze challenge dan ook afgelopen. Dus hopelijk vond je het een leuke video. Als dat zo is, geef zeker een duimpje. En dan hoop ik je graag terug te zien volgende keer.